CARICOM staatshoofden en regeringsleiders hebben vandaag 15 bomen geplant in de Botanical Garden in de cultuurtuin. Dit tegen de achtergrond dat het op 4 juli 2022, precies 49 jaar geleden was, dat middels het verdrag van Chaguaramas de aanzet werd gegeven tot de oprichting van de CARICOM. Het gaat om 15 bomen waarmee het huidige aantal aanwezige regeringsleiders wordt weerspiegeld. CARICOM-voorzitter president Chandrika Prasad Santokhi legde in zijn toespraak de nadruk op eenheid en groei in de regio. Hij gaf aan dat de 15 bomen duurzaamheid symboliseren in termen van het continue proces binnen de regionale gemeenschap en de zorg voor de aarde en onze gezondheid. We are standing here at the front of the Botanic Garden to plant 15 trees. 15 trees symbolizing the 15 members of CARICOM. And those trees we'll plant today, they will grow and finally they will have also their own crown touching each other. And that is what we need from CARICOM in the future, to be united. Secondly, these trees, what we plant, will give seed, will give flowers. And that symbolizes the future, what we want to create with planting the trees. De botanische tuin staat in de cultuurtuin die onder beheer staat van de Stichting Nationale Parken, STINAPA. Bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter, Ivan Vernaald, stond in aanwezigheid van de CARICOM-leiders stil bij de natuurlijke, cultuurhistorische en archeologische waarde van de omgeving. De stichting zal erop toezien dat de planten goed verzorgd worden en beschermd blijven. Het bestuurslid spreekt van een bijzondere gebeurtenis, eveneens in het licht van 50 jaar CARICOM in 2023. Bij de gebruikelijke aandacht voor de bomen zal steeds de aanwezigheid van de CARICOM-leiders in gedachten genomen worden. En ook dus dat wij de bomen goed zullen beschermen. We zullen ze ervoor zorgen dat ze de gebruikelijke aandacht krijgen om uit te groeien. En dit zal ook natuurlijk in gedachtenis zijn van dit geweldig gebeuren. Dat er dus 15 hertogs steeds geweest zijn om die bomen te planten. Dat is een bijzondere gebeurtenis. En wij van STINAPA zijn bijzonder blij dat we ook de gemeenschap deelachtig kunnen maken van de geweldige waarde die hier is. En onze aspiratie is om het optimale uit te halen.